Hey iedereen en welkom terug bij een nieuwe video van Koken met Jens. Vandaag leer ik jullie hoe je smaakt met broccoli. We starten met de broccoli in kleine roosjes te snijden. Voor die subiet te koken, ongeveer 5 minuutjes. Ondertussen dat het water begint te koken voor de broccoli, snijden we de champignon fijn. Zo, groene groentjes mogen in het water. Belangrijk bij groene groentjes is dat het water al kookt en dat er zeker voldoende zout in zit. Waarom? Om gewoon de mooie groene kleur te behouden. En die gaan we dan voor 5 minuutjes laten koken. Veel langer hebben we niet nodig. Ondertussen nemen we een pan voor de champignons en de spekjes in aan te bakken. Met een goede koolboter, want champignons slorpen heel veel vetstof op. Zo, de boter is gesmolten. Mogen de champignons erin. Broccoli met gaan vuur. Als de champignons klaar zijn, mag je die laten uitleggen in een bakje met keukenpapier, dat het vet goed opslorpt, dat die heel droog zijn. Zo. En de pan die zetten opzij om de spekjes nog te bakken. De spekjes gaan goed krokant bakken. Dit zijn de champignonnetjes. Ondertussen doen we 4 eitjes in een kom. Daar dan 200 ml room bij. Dat kruiden we dan af met zout. En een beetje cayennepeper. We nemen cayennepeper omdat zwarte peper zwarte stipjes gaan nalaten. En dat vind ik niet zo mooi. Dat mengen we wel eens goed. En daar doen we dan ook een klein beetje oregano bij. Zo, de spekjes zijn krokant gebakken. Dan mogen die er ook uit in een bakje op keukenpapier. Je kan de taartvorm invetten of je kan ook gewoon als je klaargemaakt bladerdeeg gebruikt, het bakpapier dat ze erbij geven gebruiken als anti-aanbak. En daar prikken we dan met een vork gaatjes in. We doen een klein beetje broodkruim aan de onderkant van het bladerdeeg. En dan gaan we ons mengsel klaarmaken. Je kan alles ofwel in de taartvorm ineens doen. Ik kies ervoor om alles gewoon ineens bij het eiermengsel te doen. Daar strooien we dan nog een beetje kaas over. En die zetten we dan op een voorverwarmde oven van 180 graden voor 30 minuutjes. Zo, dit was het weer voor deze week. Willen jullie de schort winnen en ook het kookboek zoals elke week, kunnen jullie gewoon een foto posten van het gerechtje op jullie Facebook. Daarin taggen jullie Vrije Tijd en Gezondheid VZW. Partner Socialistische Mutualiteit van Brabant.